De otter heeft de ossenwaard ontdekt. Daar kwamen sporenzoekers tijdens een onderzoek aan het natuurgebied achter. Ik denk dat het één exemplaar is. We hebben ook niet heel veel sporen aangetroffen. We hebben 1 keer loopsporen aangetroffen. Nou is het ook zo dat otters een heel groot leefgebied hebben. Dus het is niet zo dat een otter nu hier in dit gebied zit. Als de otter dit een mooi gebied vindt, dan zal die in dit gebied zitten, maar ook in aanliggende gebieden. Hij kan bijvoorbeeld ook bij de Bolwerkersplas of ook verder richting Oost. Dat is een groter gebied, de territorium. Het is erg bijzonder dat de otter hier leeft. Mensen vonden otters niet zo aardig omdat de otters de vis opaten. Heel veel zijn er ook verdronken in fuiken voor vissen. Een otter is een zoogdier, dus je moet boven kunnen komen om te ademen. Maar als je in een paling fuik of wat dan ook, dan verdrink je. De waterkwaliteit was heel erg slecht. En ik geloof in 1937 is de laatste echt vastgelegde waarneming van de otter in Deventer. We zijn vooral heel erg blij dat de otter in dit gebied is neergestreken. Omdat dat nou precies is waarom wij als IJsselandschap ook natuur beheren. Er zijn gebieden zoals deze Ossenwaard, 40 hectare groot, waar wij tijd en geld in steken om het vooral voor natuur zo geschikt mogelijk te maken. En met een komst van zeker soort als de otter, word je gewoon beloond voor het werk wat je doet. De otter komt oorspronkelijk voor rondom de Nederlandse rivieren, meren, beken en moerassen. Begin deze eeuw zijn er weer uitzetacties geweest in Nationaal Park Wiedeweerribben. En ook in Duitsland rukt de populatie op. Ja, en dat treft elkaar, Wiedeweerribben, Duitsland. En dat begint elkaar allemaal weer een beetje tegen te komen langs die IJssel, zeg maar. En dit is de eerste keer dat hier in de gemeente Deventer weer iets opduikt. Dus dat is wel heel bijzonder. Ik denk dat de otter hier wel is aangekomen omdat het een gebied is wat een verbinding heeft met de IJssel en wat ook veel dekking heeft. Stel, als je hier om je heen kijkt en je bent zelf een dier, dan kan je je voorstellen, hey, hier voel ik me veilig, hier kan ik eruit om te jagen als het me uitkomt, maar ik kan ergens wegschieten als het gevaarlijk wordt. Wat is belangrijk als mensen zelf op zoek willen naar de otter? Wij, maar zeker ook de bezoekers die in dit gebied komen, met veel respect met het gebied omgaan. Dat betekent, blijf even weg in het broedseizoen en houd er alle tijden gewoon je hond aan de lijn. We hebben hier vreselijke dingen zien gebeuren met loslopende honden. Ik heb hazen letterlijk doodgebeten zien worden. En ook een otter zal het niet heel fijn vinden als hier een hond dwars door de bossen heen gaat struinen. Dat gaan wij in de gaten houden, maar ik wil vooral graag aan elke wandelaar die hier komt vragen van hey, besef dat het een prachtig gebied is en behandel het ook zo, zeg maar. Nou, ik weet zeker dat binnen enkele jaren hier zeker weten een otter vast zal zitten. Daar heb ik geen enkele twijfel over.